Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Energiewacht. Welkom bij 2-0 TV. Vandaag zijn we in het winterse Sauwerd bij de voetbalvereniging Sios. In deze uitzending gaan we op de tractor oud papier halen met het derde elftal. Ontmoeten we Sybrand op de schaatsbaan. Dit is een beetje het Ajax onder het schaatsen, zeg maar. Ga ik klussen met de klusploeg. En gaan we met het eerste elftal de zaal in vanwege de sneeuwval. Succes is ons streven. Dat is waar Sios uit Sauwerd voor staat. Het dorp is gebouwd rond een wierde in de gemeente Winsum en heeft ruim 1000 inwoners. De beroemdste inwoner is zwemster Ranomi Kromo Widjojo. Zij won in 2008 met de Nederlandse estafetteploeg goud tijdens de Olympische Spelen. Nederland op weg naar de gouden medaille. Een historische gouden medaille. Sinds 1970 rolt de bal in Sauwerd. Het begon op een weilandje achter de Lindenlaan met als clubhuis een Pieper de Clown woonwagen. 4 jaar later staat er een echt gebouw. Ik ben hier vandaag met Harm en Frits en we gaan klussen. Mama, wat staat er op de planning? Nou, huisnummer zet er nog nooit op. Dus die wordt aangebracht. En we hebben deur. Nummer 30. Nummer 30, ja. Het is de bedoeling dat het een beetje in het midden komt. Dus we meten even de afstand. 1,80. En het bordje is 30, meen ik zo'n beetje. Ja, 30. Dus 1,50. Dus je mag 25,5. Dat was die hooi. Kijk. Mannen, hoe zijn jullie nou bij elkaar gekomen? Want jullie zijn allebei klusjesman hier in Sios. Nou, ik ben nou, sinds een jaar in de FUT. En ik wil wat voor de club doen. En dan structureel, zeg maar. Maar ja, alleen is maar alleen. En ik denk, ik hoorde dat Frits ook in de FUT ging. Ik denk, Frits en die, ik dacht ook trouwens dat hij verder niks deed. Maar dat viel mee. Maar Frits had er wel belang bij. En de voorzitter zei op een gegeven moment, nou, je moet zelf maar wat bedenken. Maar het viel wel mee, want nou geleidelijk aan komt er steeds meer. We hebben het eigenlijk wel zo druk, we kunnen wel 2 dagen in de week. Oh ja? Is er zoveel te doen? Zoveel is er te doen. Ja, want deze kantine staat er nog niet zo lang, toch? Hij staat er nu 5 jaar, ruim 5 jaar. Maar ja, geleidelijk aan komt er toch onderhoud, hè? Ja. Nou. Mooi. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Mag, nee. Mag ik het dus proberen? En. Ja, nou, dan vindt hij zijn weg al. Rechtervuur! Oh shit! Het is een nice toe, maar rechtervuur! Hij zit! Ja. Jee! Ja. De boorden recht voorhouden. Ja, ja, dat valt van mij. Ik heb hem vanuit rechtvuur. Ja, kijk. Oh, zo. Ja. Ik heb hem. Kijk. Ja. Nou. Maar die is ook wel een beetje. Oh, die. Oké. Okay. Dankjewel. Oh, maar. 1 keer per maand haalt een seniorenteam van Sios het oud papier op. Dit keer was het derde elftal aan de beurt. Nou, elke maand wordt het oud papier opgehaald. Voor de voetbalvereniging Sios. Dus gemiddeld 30, 35 jaar zo. En elke keer is een andere groep of een andere elftal die is aan de beurt om de rouwpapieren op te halen. Televisies, boerijspelers. Maar vannacht gaan we er weer heen, want we weten waar ze wonen. Op dit moment is het ongeveer een dubbeltje de kilo. Dus 10 cent. Mooi handeltje zo, vind ik.
heet het, Samen met zijn dochter zit hij in het bestuur van VV Sios. Jan, hoe is dit? Nou, dit is wel heel apart vanzelf, hè, om hier zo bij Sios met je dochter samen in het bestuur te zitten. Maar ik vind het wel heel leuk. En we hebben toch ook onze meningen, wel ons iedere eigen mening. Het is niet alleen de mijne telt, maar ook haar telt. En goed, ik ben voorzitter en zij is dan secretaresse. Dus zij moet naar jou luisteren? Nou, nee, dat doet ze altijd niet. Oh nee? Nee hoor. Hoe gaat dat dan? Nou, dan zij heeft gewoon haar eigen mening en dan zegt ze gewoon van, voorzitter, heb ik het niet mee eens. Alleen ze heeft er wel moeite mee, hè, maar ja, ik ben wel haar vader en dan valt me wel eens een keer het woord papa. Ja, en dat kan niet. Nou, eigenlijk niet. Nee. Nou, en, ja, ik wil eigenlijk ook niet horen dat ze Jan tegen me zegt. Maar dat weet ze ook wel. Hoe gaat het? Nou, ze zegt voorzitter. Ik zeg gewoon zeg maar voorzitter. Voorzitter? Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe ben jij in je voorzitterschap terechtgekomen? Nou, eigenlijk ook weer door haar. Zij had hier in Sauerdaad, zij dus vrienden. Nou, die kwamen ook bij mij thuis. En van de een komt er de ander. Dan zeggen ze, kom eens een keer kijken voetballen bij ons. Nou, maar toen ben ik hier één keer geweest, dan word ik hier twee keer en ja, drie keer. En dan op duur dan hoor je dan een beetje thuis hier bij deze club. Dus en toen kwam ik om de duur, ja, wil je niet wat doen voor de club? Nou, eerst zouden ze mij als elftalleider maken, zeg maar dat kan niet, want ik werk op de zaterdag. Nou, en toen kwam ik vrij, ik ben met de FUT nu en toen kwamen ze of ik niet voorzitter wil worden. Ik hoorde dat je in Winsum woont. Ja, klopt. Maar dat is de aartsrival, hè, Fiboa? Ja, echt. En hoe reageren ze hier daarop? Nou, ik denk dat de mensen wel moeten wennen hier in Sauer van wat doen nou twee Winsumers in het bestuur van de voetbalvereniging Sios. Nou goed, ik weet niet hoe zij er hier zelf tegenaan kijken. Maar ik heb 20 jaar bij Fiboa gezeten. 20 jaar? Ja. Wow, eigenlijk een beetje een overloper dus. Nou nee, geen overloper, want ik ben er al namelijk 15 jaar, vanaf 19 niet meer bij Fiboa, dus 20 jaar weg. Oké. Okay. Dus ik ben Fiboa helemaal al vergeten. Ja, en hoe is het dan bij deze club? Leuk. Ja. Leuk, mooi clubje. Ik wil ook graag, het is een kleine gemeenschap, met 1100 inwoners hier zo. En ik wil graag dat wij hier een clubje kunnen houden. Daar maak ik mij ook sterk voor. Dus een, de jeugd, maar goed, als je een beetje een voetballertje hebt, die wil dan hogerop. En dan, ja, dan ga je naar Winsum toe. En dan ligt Winsum iets te dichtbij bij Sauer, want dan ben je ze gauw kwijt. Je had het er net over dat veel spelers weggaan, maar er komen ook weer spelers voor terug. Want Siebrand was eerst trainer. En is nu speler van het eerste elftal, toch? Ja. Hoe zit dat? Nou, daar zijn we vanzelf nou heel blij mee. En Siebrand heeft direct vorig jaar aangegeven, nou, dan ga ik spelen bij Sios. Maar het was eerst niet de bedoeling volgens mij dat hij trainer zou worden van Eendrum. Maar naderhand werd hij dus trainer van Eendrum en speler bij Sios. En toen hij bij ons trainer was, speelde hij bij Eendrum. Dus er is wel een aparte combinatie om het zo te doen vanzelf. Maar op zich, we zijn er heel blij mee dat de jongens hier zo willen voetballen. Nou Jan, ik neem aan dat er vandaag niet gevoetbald wordt. Nee, zo te zien, er ligt te veel sneeuw en het kan niet van het veld. We huren deze veld ook van de gemeente, dus we moeten er zuinig op wezen, anders krijgen we de gemeente op ons dak. Dus we zouden eerst naar Loppersum uitwijken, maar daar is het gelukkig ook afgelast. We gaan vanmiddag de zaal in. Het is niet het ideale omstandigheden, maar... Ja, om toch wat te doen en de jongen willen toch even los, gaan we de zaal in. Nou, voorzitter, heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Dan ga ik nu van de sneeuw naar het ijs, naar Siebrand. Ik ben nu bij Sportcentrum Kardingen, waar Siebrand bezig is met de warming-up. Dus ik ga snel naar binnen. Kijk, daar zul je hem al hebben. Hé, Siebrand, ik dacht dat jouw passie bij het voetballen lag. Ja, dat klopt. Alleen van jongs af aan ben ik groot geworden eigenlijk met schaatsen. En... Ja, dat is eigenlijk ook waar ik mijn jeugd in heb doorgebracht. En dat is eigenlijk mijn allergrootste passie. Wat zijn jouw werkzaamheden hier? Ik ben trainer van de talentenklas van Groningen. Wij werken samen met een school. En de school geeft de faciliteiten om de kinderen tijdens schooltijd te laten trainen. Dat zijn we hier aan het doen. En we hebben onderhand een jeugdopleiding die, denk ik, landelijk gezien een van de beste is. Hey, ga even rustig staan, dan zal ik even het schema uitleggen. We hebben die al helemaal meegekregen.
Lennart, Jeljer, Raymond en Harjan die rijden 3 rondjes in. Dan rijden jullie een 200 en een 300 meter. Waar jij moeite mee hebt, is als je staat om dan echt te staan. Je valt er dan af en je stapt gewoon naar je staan. En bam, dan spring je naar je andere been. En dat geldt voor links net zo. Ja? Ga dan maar even proberen, lekker voor jezelf. 60 tot 80%. Dus lekker chill, echt excessief. Ja, maar heel lang wachten. Heel lang wachten. In de bocht te springen. Ja? Hoe ziet jouw voetbalcarrière eruit? Ik heb in de jeugd af en toe een halfjaartje gevoetbald bij de F'tjes, bij de B-junioren. Maar ik heb eigenlijk de hele basis gemist van het voetbal en dat merk ik in mijn eigen techniek wel een beetje. Ik moest het vooral van mijn conditie en mijn loopvermogen hebben. Daarna ben ik bij Eendrum begonnen in derde, een week later speelde ik in tweede, weer een week later in het eerste. Sindsdien ben ik aan het voetballen en dat is vooral sinds ik gestopt ben, dus vanaf mijn 17e, 18e jaar ongeveer. Hey Siebrand, ja. Waarom sta je hier nou zo? Ga je niet mee schaatsen? Nee, vanaf hier kan ik alles goed zien. Dus ze willen graag een beetje feedback horen over wat ze gedaan hebben. Dan komen ze vaak hier. Als ik meerijd, dan mis ik de hele tijd dat ze aan het schaatsen zijn. Dus vandaar dat ik hier ga staan, komen ze hier langs en dan zie ik ze af en toe even rijden. Okay. Zit er nou ook echt iemand tussen waarvan je denkt van nou, die gaat het echt verschoppen? Er zijn nou 2 niet. Die zitten op een World Cup voor junioren in Zakopane, dat is Polen. Dus die zijn al heel onderweg. En voor de rest rijdt hier, is het allemaal top 20 Nederland en het grootste gedeelte top 10 van Nederland. Dus binnen hun eigen categorie. Maar het is allemaal echt veel talent. En als je nou mag kiezen tussen schaatsen of voetballen? Schaatsen. Ja? Ja. Ja, schaatsen, dat is iets waar ik groot mee geworden ben en wat ik, al mijn energie en passie ligt hier en voetbal is een geweldige sport, maar het blijft echt amateurvoetbal en dit is een beetje het Ajax onder het schaatsen, zeg maar. Wat gaan we nu doen? We gaan nu even een deur, even voorbereiden met plamuur. Dan was 14 jaar geleden voetballer. En die werd met rood uit het veld gestuurd en die was er niet de beste over te spreken. En toen gaf hij de deur een trap. Dat was een speler van Sios? Speler van Sios. Ja, jammer genoeg een van de betere nog. Dus die missen we weer een paar wedstrijden. Zijn dat een beetje opgefokte mannetjes? Nou ja, als je dan achter komt. Het werd spannend. Maar wij moeten wel weer de boel herstellen, zeg maar. Nou, ik hoop mooi mee. Nou, dit is de mishandelde deur. Ik zie het. Dat is een aardige trap. Dit is jullie koffiecorner. Dit is onze koffiecorner, ja. Hey, want Frits, eigenlijk heb jij niet zoveel met voetbal, toch? Ja, dat laatste, eerst in Groningen volg ik wel, maar als ik lopen niet langskwam, dan ging ik wel een poosje kijken. Ja. Alleen de lange staan, dat kan ik niet meer volhouden, dat wil ik niet meer. En met Sios? Ja, ik heb aangezegd, dat is B, dan ga ik er ook helemaal voor houden. Ja. Ja, dat is zonder weer. Ja. Nou mannen, geniet van je bakkie. Hoi. Jo, Frits. Nou, dat zit erop, Frits. Ja. Wat heb je bij je? Ik heb een heerlijke groentesoep. Heeft mijn moeder gemaakt. Je moeder gemaakt? Ja. Maar heeft me afgesproken dat we vandaag voor de bekerwedstrijd, een speciale wedstrijd, gaan we lekker met z'n allen eten. En dan een kopje soep. Dat is niet een gewoonte? Nee. Ja, meestal doen we dat even 1 of 2 keer in het jaar. En even gezellig voor de wedstrijd. Zo'n bekerwedstrijd is toch speciaal, tweede klasse, dus jammer genoeg gaat het niet door. Maar de soep gaat wel gewoon door. Oh, the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Nou Rob, we staan hier in de zaal. Is het, wat is het doel hiervan? Is het puur voor de fun, teambuilding, of zit er ook nog wat achter? Nee, het is gewoon puur voor de fun. We kunnen niks doen nu, want het sneeuwt natuurlijk, hè, en er ligt allemaal sneeuw op het veld, dus we moeten het dan wat gaan doen. Dan gaan we even lekker de zaal in met z'n allen. En hoe staat het ervoor met het eerste? Ja, niet zo best, redelijk, maar ja, kan beter. En wat gaat er mis? Ja, het is nog niet helemaal een team en mentaal zijn we nog niet sterk genoeg om wedstrijden naar ons toe te trekken. Ja, we moeten wat slimmer worden. Maar, en dat gaat nog niet goed. Hoe lang ben je al trainer? Ik ben nu ongeveer een 15 jaar trainer, waarvan 5 jaar jeugdtrainer. En nou, 11e jaar als seniorentrainer. Oké, en ook bij SIOS? Nee, niet zo lang bij SIOS. Nee, het is mijn eerste jaar bij SIOS. En ik heb net mijn contract verlengd. En ik heb hiervoor 2 jaar bij Stedum gezeten, 2 jaar bij Niekerk, 3 jaar bij Hoogkerk en 3 jaar bij Ingram. Succes nog vanmiddag. Ja, dank u en hetzelfde. Het is weer tijd voor de gehaktballentest. En ik heb een mooie pet gevonden. Oko, kom erop met die gehaktbal. Dankjewel. Ja, doe maar een mayo. Zo. Nou, ik heb iets tegen plastic vorkjes, plastic bakjes. Kruidige bal. Maar ik ben er zelf niet zo heel erg weg van. Ik geef het een 6,8. Vandaag waren we te gast bij... Yeah! Bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende week bij Velocitas uit Groningen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Energiewacht.